Van Dick Maas is, zoals de maker zelf zegt, een komische horrorfilm over Sinterklaas en heet eenvoudig Sint. Vanaf 11 november in de bioscoop. Dat duurt dus nog eventjes. Maar de affiches hangen al in de bioscoop en straks in de stad. En die doen zeer veel stof opwaaien. Op het spel staat de tere kinderziel en het merk Sinterklaas. De reclamecodecommissie denkt na aan tafel twee cineasten. Dick Maas, de maker van Sint en uiteraard voor het affiche. En Johan Nijhuis, maker van onder andere de film Costa, sterk tegen het affiche. Heb jij het affiche gezien, Jan? Nee. We laten het natuurlijk straks meteen zien. Schets het even voordat Jan het gezien hebt, de gruwel van dit affiche. Ja, god, het is een enge Sint met een zwart gezicht. En als je goed kijkt, zie je daar wel een doodshoofd in. En zijn staf is een scherpe sikkel. Dat paard ziet er bepaald niet gezond uit. En dat lijf heeft meer weg van een... Klinkt goed van een bag of bones. Nou, dat is heel goed dat jij dat goed vindt klinken. Nou, daarom ben jij ook 16 plus. Johan, waar zag jij het voor het eerst? Ik heb online al een aantal keren gezien. Maar toen ik het bij A-film levensgroot zag, dan is het eng. En als groot mens moet je dan in eerste instantie even lachen. Wow, dat kun je dus met Sinterklaas doen. Ja. Je kent Dick, jullie zijn collega's. Ik neem aan dat jullie elkaar wel eens tegenkomen. Heb je Dick gebeld bijvoorbeeld? Heb je Dick gewoon gezegd, zeg Maas, ik zie net die poster van jou. Maar dat kan helemaal niet, man. Ik heb in eerste instantie even A-film gebeld en gemaild. De distributeur? De distributeur, en die hebben het meteen aan Dick doorgestuurd. Dus toen hebben wij wat e-mailcontact erover gehad. Wat dacht je, Dick? Daar zit wat in? Er zit wat in. En die kritiek. Ja. Nee, die kritiek verbaasde me ook ontzettend. En dat heb ik Johan ook meteen teruggemaild. Dat ik eerst dacht dat hij een grap maakte. Maar hij meent het serieus. Hij is niet de enige? Tot op dat moment, dat is raar. Hij was de enige. En plotseling waren het opeens veel meer toen hij eenmaal geklaagd had bij de reclamecodecommissie. Ja. Daarvoor was mij nooit een klacht ter oren gekomen. De reclamecodecommissie zegt meer dan 1000 klachten. Donderdag doen ze uitspraak of ze vinden dat deze affiche kan. Uitspraak is niet bindend, maar stel dat ze zeggen het affiche is eigenlijk niet geschikt. Trek je het dan terug? Nee, dan kijk je even wat de mogelijkheden zijn. Het affiche is namelijk zo soft en... Maar nu gaan we kijken. Dit is het affiche. Zo fiets je er langs in de stad. Dan zie je dit, denk ik. Als je nou inzoomt, ik geloof dat we dat kunnen... dan zien we langzamerhand het gezicht van de Sint. Ik weet niet of ik iets vraag. Ja, daar gaan we. En dan, ja... Dat is inderdaad niet het gezicht van Sint zoals we dat kennen. Het is niet de aard van een heuvel. Dit is in ieder geval iets wat Johan Nijhuis zegt. Ja, dit kan je de kinderen niet aandoen, want je neemt het op voor de kinderen. En voor ouders die straks op de bakfiets op weg naar school een hoop uit te leggen hebben. Wat in het slechtste geval gebeurt er met de tere kinderziel als ze dit zien? Ja, je zegt heel cynisch tere kinderziel. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van een kind, dan is het gewoon fijn als je opgroeit in een wereld waarbij tot een jaar of 6, 7 de wereld goed is. Je vader en je moeder, opa en oma, dat zijn betrouwbare figuren. En ook Sinterklaas is een goede man. Als je dit door de hele stad ziet hangen, dan ga je toch te vroeg twijfelen aan wat er in de wereld aan de hand is. Stel, jouw zoontje zit achterop bij jou. Die vraagt, papa, wat een rare Sinterklaas. Wat zeg jij dan? Ja, dat is opgehangen door een meneer die misschien vroeger geen cadeautjes heeft gekregen of zo. Dat hij nu heel erg boos is. Wat vind jij, Jan? Nou, ik denk dat je die kinderen bijna een beetje onderschat. Die gaan tegen jou zeggen, te gek, maar... Nee, maar dat kan een kind van 8 zeggen, te gek, maar een 2-jarige weet precies wie Sinterklaas is. Nee, maar zie jij daar nu dan... Natuurlijk, maar kijk, Jan, een 2-jarige loopt de supermarkt in. En die ziet aan het eind van het gangpad, een bedoelte! Sinterklaas is zo'n icoon al voor die hele kleintjes. Die kunnen dit niet plaatsen. Ja, misschien wel. Het heeft natuurlijk met alles met de film Sint te maken. We gaan straks weer door over het affiche, want dat is nu de inzet van een brede discussie. Even een korte trailer, dat we weten. Het gaat om een moordzuchtige Sinterklaas, hè? Ja, klopt. Ja. En is daar een reden voor eigenlijk? Dat wordt in de film uitgelegd. Die man is 600 jaar geleden of iets dergelijks is die gruwelijk vermoord. En die komt nu terug om wraak te nemen. Het is gewoon een horror gegeven. Een horror gegeven. We hebben de trailer moeten kuisen. Ons programma begint voor 7:30. Dan moet je rekening houden met de kleinste. Dus een softe versie. Het spijt me, Dick. Ja, helaas, ja. Het is vanavond volle maan. Het komt maar eens in de 32 jaar voor dat volle maan op 5 december valt. Ja. Nou, volgens de legende komt Sinterklaas je halen als het volle maan is op 5 december. Pas je wel op voor wie je vanavond de deur open doet? Voor het weten is het de slechte heilig man. Ik schrok me dood. Wij zijn er om de burgers te beschermen. Verbod op alle Sinterklaasactiviteiten. Iedereen denkt dat hij jarig is, maar hij is gestorven op 5 december. Hij is gruwelijk vermoord en nu komt hij terug om wraak te nemen. Pakjesavond is leuk, maar je krijgt altijd zoveel rommel die je niet nodig hebt.
Dick, wat is eigenlijk jouw antwoord op Johans zijn klacht? Wat deugt er niet aan wat jou betreft? Ja, Johan wil zijn kinderen helemaal afsluiten van de maatschappij, lijkt het wel. Alle invloeden van buiten die moeten gekuist worden door de maatschappij zelf. En hij ontneemt de ouders elke verantwoordelijkheid. Maar hij heeft het nou, over. Laat mij even uitpraten. Ja. Nee, je moet er sowieso langs, want ze komen overal te hangen. Maar je hebt het over betrouwbare ouders. Ik bedoel, dit is het feest waar dit is het enige feest dat ik ken waar ouders hun kinderen 7 jaar lang voor liegen. En ik bedoel, dacht je dat kinderen dat betrouwbare ouders vinden als je dan opeens uitgelegd krijgt, ja, ik heb je 7 jaar voorgelogen? Nee, maar. Dus dat hele feest, daar kan je ook als je vraagtekens bij zetten. En ik vind. Is het wel een leuk feest, Dick, Sinterklaas? Nee, nou, ik krijg er hoe meer mijn twijfels over. En, zeker na dit soort discussies. Ja. Hey, wat is het leuke? Dat als je later puber bent en je wilt met je ouders afrekenen, ja, dan word je boos op je vader en je moeder. En dan ga je ook lachen over die Sinterklaas-traditie. En nou ja, je wil absoluut met je ouders afrekenen, inderdaad. Ja. Want ze houden je 7 jaar voor de gek. En het is grappig als je nu ook de reacties op internet leest over dit hele gedoe. Wat totaal absurd en uit zijn. Weet je wel, ik vind het al raar dat ik hier moet zitten, maar goed. Nee, jij vindt het ontzettend leuk om hier te zitten. Nee, ik vind het niet leuk. Jij vindt het top. Ik vind het top dat hij. Dankzij Johan Nijen. Ik vind het top dat hij geklaagd heeft. Want ik bedoel, de publiciteit is nog nooit zo goed geweest. Laat hem alsjeblieft doorgaan. Weet je, ik bedoel, we krijgen 100.000 hits per dag op YouTube. Ik vind het prima. Maar het gaat erom dat je moet als ouders je verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als je langs een affiche fietst, moet je kunnen uitleggen van dat niet de echte Sinterklaas is. Jij bent inventief genoeg om iets te verzinnen. Je kan zeggen inderdaad, dat heb ik je als voorbeeld gegeven, het is de foute broer van Sinterklaas of je verzint maar iets. Ja. Ik bedoel, als de paus op tv komt, moet je ook uitleggen dat die enge man niet de echte Sinterklaas is. Dus hoe doe je dat dan? De paus ziet er niet zo eng uit, maar ben jij dan niet inventief genoeg om een poster te bedenken die niet zo bedreigend is voor kleine kinderen? Dit hangt hem in de openbare ruimte. Kijk, we hebben een film van 16 jaar ouder is op kinderen. Daar heeft niemand een probleem. Maar jij had het over kinderen van 2 jaar, is dat niet een beetje vroeg? Nee, maar die fietst toch ook door de stad op weg? Ja, maar die weten toch helemaal niets van Sinterklaas? Nou, jawel, dan weet jij niks van kinderen van 2. Die snappen dat hartstikke goed. Het is inderdaad lang geleden. Die zeggen dat de Sinterklaas... Nou, 2 jaar? Ja, hoor. Mijn kind is bijna 2. Die denkt dat zijn oom is als hij hem tegenkomt. Ja. Moet je na 5 december opletten, Ali? Want dan bij 3 staat ze te huppelen. Bij 3 staat hij te huppelen. Dat is na dit jaar wordt het beslissende jaar. Dan vinden ze het Namens Stijn, welke zaak bepleit u het liefst van deze 2? Ik vind het net een kardinaal uit België. Ja. Ze zijn ook heel eng. Dat zou ik tegen die kinderen zeggen. Maar ik ga daar maar bang mee. Ja. Ook een prima smoes. Ja. Het is ook prima om dat te zeggen. Leg het zo uit. Het probleem is dat je dan je richt door een kind wat verbaal al begaafd is. Maar een kind van 2, 3, 4, die krijgt dat soort boodschappen. Je maakt ze wijs dat er iemand op een paard over het dak loopt. Je kan ze ook wijs maken dat dit een gekke broer van Sinterklaas is. Ik bedoel, dat is allemaal niet zo moeilijk. Kinderen hebben hier geen last van dit advies. Johan, jij zei ook nog, ja, Sinterklaas die is ook zo weer... Het is zo weerloos, is hij. Hij kan zich niet verdelen. Nee. Pino had dit nooit gebeurd. Nee, dan had je 240 advocaten op je dak gehad vanuit de Verenigde Staten. Je bent een beetje de jongen van 13 die in de jaren 80 met die pornoblaadjes van Suske en Wiske dat op een lagere school wil laten zien. Dat had je voor die vieze plaatjes. Dat mocht uiteindelijk ook niet van de rechter. Omdat, ja, die stripverhalen mocht je niet op die manier verminken. Maar zou de rechter dit kunnen verbieden? Meneer Hammerstein, daar weet u het meest van? Rechters kunnen alles verbieden. Ja, dat is waar. Maar acht u de kans groot? Nee. Ik ook niet. Nee. Maar toch even de reclamecodecommissie. Die was vrij streng in beeld vandaag, eerder op de dag. Een strenge dame. En die zei 1000 klachten gehad. We zijn het aan het onderzoeken. Donderdag uitspraak. Nou zeggen ze, het gaat ons toch te ver. Je haalt ze niet uit de abris? Ik heb geen idee of die uitspraken bindend is. Ja, die zijn niet per se bindend, maar er is gewoon niemand die zich er aan ontrokken heeft. Dan ga ik dat onderzoeken. Misschien kan je een hoger beroep, ik weet het niet. Maar dit is een totaal braaf affiche, ik zou niet weten. Ik bedoel, als je het vergelijkt met andere affiches die wel in de abris hangen, zoals die affiches van Sol, waar je echt afgehakte ledematen op zag en zo. Ik bedoel, daar heb ik Johan niet over horen protesteren. Johan, maar kijk, zo'n afgehakte... Leg dat nou eens uit aan je kinderen. Zeggen, oh, dat is van Marsepein. Maar dat is ook omdat die Sinterklaasfiguur... Ah, kom nou toch, Johan. Die Sinterklaasfiguur triggert ieder kind vanaf een jaar of 3, 4, 5... en die herkent het onmiddellijk. Ja. En die solposter ben ik 10 keer langs gefietst. Het lijkt wel alsof Johan de enige is die dit vindt. Is Johan de enige die dit vindt? Ja, maar ik wil het ook wel een beetje voor hem opnemen. Het is een goed mens. Nee, dat meen ik serieus. Johan. Ja, ik geef mijn kinderen zou ik je wel toevertrouwen.
Nee, ja, het is toch, nou, het is toch goed dat iemand die voor normen en waarden... Ja. En zo, ja, echt helemaal afkeuren doe ik het niet, jouw standpunt. Maar laten we zeggen voor 80%. Sint is vanaf 11 november in de bioscoop. Tot zover, tot morgen.